nog niet. Nee. Maar ik heb Jens is een stand-up comedian en heeft ook een programma op VTM. Ja. Haar eerste woorden daarnet, mag dat toch vertellen? Hè, waar... Ja, mag. Ik ben heel erg bang van jou. Dat is waar, hè? Dat is echt waar gebeurd, hè, dit. Ja. Voor Jens is het de derde keer. Ja, het is goed verlopen tot nu toe. Telkens die finale gespeeld, met hakken over de sloot, maar altijd wel... Ja, het was altijd hakken over de sloot. Speel je die finale graag of zo? Maar ja. Maar ik zou ook graag een keer winnen. Ik zou graag een keer hier zitten. Ja, dat snap ik. Ja. Dat is plezant, hè. Nee, trouwens, er zijn een aantal komieken die hier gewonnen hebben. Wouter de Pre, Bert Kruismans. Ja. Zou je de slimste mens durven of kunnen worden, denk je? Zoals dat ik nu al telkens hoerenchance heb gehad, zie ik dat wel zitten, ja. Ja. Ja, nee, dat snap ik. Ja, het is een leuke gevoel, hè, winnen. Wat denk je van de nieuwe tegenstander? Ik ben heel erg bang ook op mijn beurt, want ik ga je vertellen waarom. Ik heb in interviews gelezen dat ze haar op de universiteit de Spaanse Fury noemden. Is dat zo, ja? Ja, dat is waar. En weet je wat ze mij noemden vroeger? Nee. Jens. Dus dat is echt genoeg, hè, denk ik. Ja. En Jens is naast een straffe quiz ook een hele straffe comedian. Ja. Heeft ooit de Culture Comedy Award gewonnen in Nederland. En Humo's Comedy Cup in Vlaanderen. Zijn echt alleen... nog een paar andere, maar ik snap dat je het wat inkort. Ja. Maar dat je die twee wint, dat is echt heel indrukwekkend. Dat zijn echt heel weinig comedians dat... Die dat samen gewonnen. Ik denk dat er maar... Misschien is er ene die daar ook is in geslaagd om net die twee prijzen te winnen. Lang geleden. lang geleden. Heb jij die alle twee gewonnen ook? Ja, dat is het vraag, Erik. Toevallig. Koriander? Ja, koriander. En er is een protestmars met meer dan 2000 mensen al. En waarom? Ja, omdat ze... Het is genoeg geweest. Nee, ze hebben ons lang genoeg gekleineerd. Ja. Ze hebben ons lang genoeg belachelijk gemaakt, de schande gebracht. En ik vind dat tijd is dat we onze stap laten zetten. Nee, weet je waarom het echt is, Jens? Gewoon voor mensen die het niet lusten? Die het... Wel, omdat het naar zeep smaakt voor veel mensen. Ah. Ja, en dat heeft te maken met een bio-ingenieur in ons midden. Dat is genetisch, hè. Ja. Dus ontdekt dat zit in een gen. Dat zijn 14% van de mensen hebben dat soort gen dat voor een smaakpapil zorgt dat koriander naar zeep doet smaken. Ah ja. Dat is, ja. Ja, ik heb het ook, want voor mij smaakt het ook. Echt? Ja. Ja. Raar dat jij weet hoe dat zeep smaakt, maar goed. Zou kunnen. Ja. Nee, het smaakt naar zeep voor 14% van de mensen. Ik heb dat met klem op. Ja. Nee, vind je het een mooi liedje, Magali? Oh, ik vind het een fantastisch liedje. Serieus, ja? Ja. En wat ik niet goed begreep, en daar denk ik wel dat het van de culturele verschillen is, is dat mensen, als ze dat horen, dat ze stil blijven. Ik begin onmiddellijk te bewegen. Ah, ja. Ik begin onmiddellijk te dansen. Maar ja, ben je wel blijven zitten? Niet? Ja. Nee? Ja, wij zijn... Ja, Jens... Ja. Pas op, ik ben ook een danser, hè? Ja, serieus? Ja, ik ben een danser. Ja. Toch wel. Maar niet op Despacito? Of, op alles. Op alles. We gaan dat nog eens moeten laten horen. Ja. Despacito. Heel goed, vind ik. Een bever. Een bever. Ah, ja. Ja. Ja, ik was aan het beven. Ja, de tractor... Nee, ik had de tip nodig. Ik ging eerst zeggen een langharig Schots rund. Maar dan zag ik het. En dan wist ik het. Ja. Nee, kun jij dieren uitbeelden, Jens? Uitbeelden? Ja. Uitbeelden niet, maar ik doe wel een verdienstelijke hond na. Ja? Met mijn stem. Hallo. Ja? Ik hoor je al afkomen. Ja. Gewoon even kunnen... Hè? Dat is een zeer goed. Maar nee, dat is echt heel echt bedreigend realistisch. Ja, Jens, het is erbij. Het is 55%. Heeft het echt moeilijk met te zeggen, ik zie je graag. De 35-jarigen brengen het er beter vanaf dan wie ouder is. Met dank aan sms'jes en sociale media. Nee. Kan je dat zeggen, Jens? Ik zie absoluut. Je graag. Ja. Ja? Ja, ja. Jij zegt dat... Ik zeg dat regelmatig, ja. Ah, oké, dat is goed. En zijn er ook mensen die het tegen jou zeggen? Ik wist niet dat het zo existentieel ging worden. Altijd. Ja, nee. Ik heb zelfs... Allee, maar dat zeggen, ja. Ik heb liefhebbende mensen rondom mij, ja.
Ja. Oh. Ja. Ik heb veel liefhebbende mensen rond me. Ah, dus, okay, dat is goed. Ik heb een schat van een lief en twee ouders die mij nog altijd niet onterfd hebben. Dus ja. Voilà. Nee. Kim Kardashian? Ja, inderdaad. Ja, die heeft veel gespeed. Deed jij dat ook vroeger? Nee. Nooit? Nee, echt niet. Ik was een heel brave eigenlijk. Echt waar? Ja. Ja. Zou je niet denken, maar dat is wel. Jawel, ik zou wel denken. Jens, spieken? Ik heb waanzinnig veel spieken. Het was op het randje van belachelijk. Hoe deed je dat dan? Wel, ik had dus door na een tijd dat spiekbriefjes dat eigenlijk te hard opviel. Dus wat ik deed, ik had volledige A4 spiekbladen gewoon. Dus ik had volledige A4 vol met... En dat, omdat dat zo er vingerdik op lag, gingen mensen vanuit van, ah ja, dat zal wel open boek zijn zeker. Ja, echt wel. Ik heb waanzinnig veel gespiekt. Ja, ja, ja. Ja, ik ook wel redelijk veel. Nee, aan de kust. Heb jij iets aan de kust, Jens? Nee. 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 Het zegt me niks. Ik ben ook al geen strand van. Dat zand is nu teen. En flip-flop ziet iedereen. En... Nee, dus... Nee. Niks voor u. Nee. Nee, Dalila. Ah, jawel. Wat ik wel de max vind, dat zijn die grappige fietsjes. Ken je dat? Ja. Eerst met van die... Ja, dat vind ik leuk. Ja, of we daar dan iets voor aan de kust te kopen, dat is weer ook dan. Schip dat ook verder. Jens, drama, King. Een enorme drama. Serieus, meer? Ja, maar echt niet te doen. Hoezo? Nee, op mijn momenten, maar ja, ja, ja. Hoezo? Ja, dan... Ja, nee. Ja. Ja, nee, maar soms durf ik wel zo een beetje show maken om iets te doen. Ben je zelf ooit gedumpt? Nee. Nee. Ja, dat is goed, hè? Ja. Jens, heb jij wel eens een lief gedumpt? Zelf gedumpt? Nee. Wat heb je dan gedaan? Wat heb je dan gedaan? Ah, nee, ik bedoelde gewoon, ik heb zelf niet dat ik iemand anders opgedragen aan mijn top gehad. Nee, ik ben gewoon zelf behoorlijk veel gedumpt geweest. Hallo. Ja. Meen je? Oh, ja. Oh, Jens. Oh, als ik kijk, jongen, als Erik, ja. Ik ga er niet op. Dalila, heb jij wel eens een lief gedumpt? Ja. Ik heb gedumpt, ik ben gedumpt. Als? Ja. Ja. En was je daar dan hard in? Of was dat... Ja, ze was er redelijk hard in. En, Dat zien we terug. En je speelt dat tegen Jens of Dalila. Wie zal het halen, denk je, in de finale? Ja, moeilijk te zeggen, maar Dalila is heel sterk. Ja. Dus het is niet moeilijk te zijn, in feite. Sorry, ik wil diplomatisch zijn. Het is diplomatie op zijn Ecuadoriaans. Ja. Ik ook in de ideale wereld. En ja, professor T, daar speelt ze ook een belangrijke rol in. En Tegen de Sterren Op. Het VTM-programma waarin ze heel vaak mensen imiteert. Jens, het is plots afgelopen. Ja. En nu komen de emoties. Ja, dat snap ik. Ja, ik zie het. Ja. Nee, hij was een topkandidaat. Het was heel fijn om hier te hebben. Maar ja, het was je wordt niet de slimste mens ter wereld. Oeh. Nee. Hoe en in verband met die finale week dan? Ja, drie deelnames is net te weinig, denk ik. Je weet nooit. Maar in theorie kan het, hè? In theorie kan het, ja, dat is waar. Ja. Mathematisch misschien niet, maar het kan. In theorie kan het. We zullen je niet vergeten. Mensen kunnen blijven kijken naar jou. Hoe zal ik het zeggen? Op VTM. Yes. En ik ga je naar huis sturen. Maar wel met een ongelooflijk applaus. Ben je heel dankbaar? Jens de Donker. Dank je wel.